En zulke overdenksels heb ik nu de hele dag. Soms met een zucht van weemoed, dan weer met een holle lach. Mijmeringen. Mijmer mee met Rinus Krijnen. In deze periodieke rubriek op SciTech Talk Internet Praat Radio zal een breed scala aan onderwerpen de revue passeren. Uiteenlopend van politiek op plaatselijk, regionaal, landelijk, Europees en globaal niveau, klein maar ook groot leed en wereldproblemen. De onderwerpen hebben in het algemeen een duidelijk opinierend karakter. En uw reactie als luisteraar daarop wordt dan ook van harte verwelkomd. Dus, aarzel niet als u naar aanleiding van deze rubriek staat te popelen om uw zegje erover te doen. SciTech Talk nodigt u daartoe uitdrukkelijk uit. Gebruik daartoe een van de kanalen die op onze website staat aangegeven. www.scitechtalk.org. Of het nu via e-mail, Skype, telefoon, gastenboek, chat of anderszins is, laat graag uw mening horen. Samen met u, luisteraars, begeeft SciTech Talk zich hiermee op het enerverende pad van onderwerpen die om uw en onze opinie vragen, ja, soms zelfs daarom schreeuwen. Mijn naam is Rinus Krijnen en ik ben sinds 1998 actief met een eigen website op internet. En sinds 2000 maak ik columns. Columns maakte ik altijd voor een omroep in Dongen. Dongen waar ik woon, de plaats waar ik nu nog steeds woon. En daar heb ik zo'n kleine 10 jaar gedaan. 7 jaar letterlijk elke week uitgezonden via die omroep. Deels in mijn eigen programma, deels in een nieuwsprogramma. En sinds 2007 alleen nog maar op het internet. Op het internet heb ik dan niet alleen de geschreven column, maar ook een gesproken uitvoering ervan. En op mijn website staan ze dus ook allemaal, columns.rinuskrijnen.nl. En daar kun je ze zowel vinden in tekst als in spraak. Waar gaan die columns over? Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan iets zijn wat me heel erg raakt. Op het moment dat ik iets zie op tv of in de krant lees of wat er buiten gebeurt. Het kan ook zijn dat ik ergens een mening over heb die ik kwijt wil. Een opinie wil uitlokken. Soms wil ik ook wel eens mensen wat vragen via mijn columns. Nou, eigenlijk kan dat van alles zijn. Het is een beetje wat in me opkomt. En soms gaat dat heel goed. Hè? Dan heb je elke week een goed onderwerp. En soms heb je er wel eens wat moeite om onderwerpen te vinden. En ik heb zelfs ook wel eens een periode gehad dat ik bijna niks uit mijn pen kreeg. En dat kwam eigenlijk voornamelijk omdat je het heel erg druk hebt en eigenlijk met je hoofd er niet bij bent. En dan heb je een soort writersblok. Maar dat is nu even niet aan de hand. De frequentie is nu ook niet echt 1 keer per week. Het is meer 1 keer per 2 weken. Maar ik probeer eigenlijk dat toch weer terug te brengen naar 1 keer per week. En de reden nu is vooral dat ik het erg druk heb. Ja, waar gaat het over? Van alles en nog wat. En mij is gevraagd door Jan of ik een stukje mee wil doen om hier met Jan over te praten, over die columns. Enerzijds zullen we dan de column laten horen en dan gaan we daarna op in. En van tevoren misschien leiden we ook al een beetje in. Ja, dat is wel leuk. Dan krijg je een soort dialoog over het onderwerp en dat maakt misschien de column nog iets sterker of en geeft dan nog wel meer een beschouwend karakter. Read my lips. Read my lips. Mijmeringen. Ja, het is vandaag 1 januari 2016 alweer. Ja.
En nou, ik kan niet meteen zeggen dat het al een traditie is, maar bij deze wordt het wel een traditie, want de tweede keer, ja. Na twee keer is iets een traditie ergens. Dat zou zomaar kunnen, ja. En dan heb ik het over, ja, in principe de eindejaarsmijmering, maar ja, we gooien het dit jaar eens over een andere boek, we maken er een nieuwjaarsmijmering van. Ja. Vorig jaar hebben we het veel gehad over uitspraken en ideeën van Herman Wijfels. Ja. Dat vond ik ook heel interessant. En misschien zijn er nog wel dingen die dit jaar nog steeds diezelfde actualiteitswaarde hebben. Zoals bijvoorbeeld wat Herman Wijfels zei van de mensheid verkeert nog steeds in het puberstadium. Ja, dat vermoed ik ook. En zeker als je het vergelijkt met wat wij ook aan hulpmiddelen die we de laatste tijd onszelf allemaal toebedienen. Ja, dan zijn we allemaal nog helemaal volop in ontwikkeling. Kijk, als je goed gaat kijken, zo zie ik het dan. Maar ja, vroeger had je groeide op, je ging naar school. En nou, met de dingen die je moest doen, dan moest je doen. Nu komen hoe langer hoe meer hulpmiddelen op ons af. Informatiebronnen die ons continu prikkelen. En elke keer zorgen dat wij eigenlijk op een, ja, meer kunnen doen dan we ooit konden. Als je iets gaat maken of iets gaat doen, binnen twee klikken heb je ergens additionele informatie bijgezocht. Ja. Dat soort zaken, waardoor je eigenlijk ineens een hele andere, ja, ook noodzaak hebt voor hoe gaan we nou eigenlijk om met onszelf. Hè? Moeten we nou alles nog weten of moeten we het gewoon weten te vinden? Dat soort dingen. Ook in de duurzaamheid, waar wij van zelf zegt van ja, we produceren dingen ver weg, want dat is goedkoper. Maar ja, als wij dingen hier thuis kunnen printen, waarom zouden we het dan ver weg moeten gaan halen? En wordt het dus ineens veel goedkoper? Want ja, dan heb je normaal geen menselijke arbeid meer nodig, alleen jezelf. Ja, dus je ziet er een enorme verschil in wat wij eigenlijk nu nog doen. Hè? Want vergis je niet, alles gaat nog heel erg langs de oude weg, draait nog. En waar we naartoe moeten, waar we veel meer zelfproductie moeten gaan houden. Ook het voedsel dichter bij huis moeten gaan houden. Meer feiten in onze eigen omgeving, de dingen maken die we nodig hebben. Ja, dat is eigenlijk ook een idee, hè? Ja. Hoe heet dat ook alweer? Dat is circulaire economie. En dan ook nog een deel, hè? Want ja, je zorgt ook nog voor dat de spullen die afval worden eigenlijk weer hergebruikt kunnen worden. En zo, dan heb je er helemaal een mooie cirkel van gemaakt. Dus dat je eigenlijk in feite redelijk, ja, zelfstandig kan opereren. Autonoom, ja, eigenlijk kan leven met je omgeving. Ja. En waardoor het en duurzamer en goedkoper gaat worden. Ja. Dat is het idee in ieder geval. Ja. Het is, ik hoor er ook veel over. Het is niet zo dat ik het allemaal op de voet volg. Dus ik vraag me eigenlijk af, misschien ben jij daar iets beter van op de hoogte dan ik. In hoever zitten we al op dat pad? Weet je iets van? Nou, ik zie dat landen zijn daar wel mee bezig. Hè? Dus de regeringen die zijn daar wel behoorlijk ver mee in de gedachtenpatronen al. Kijk maar wat er in Parijs nou weer eens afgesproken is. Oh ja. Maar ik zie dan daar geen enkele toegevoegde waarde van de doorvertaling naar hoe dat wij dat dan in de praktijk gaan brengen. Ja. Bijvoorbeeld, we spreken in Parijs iets af over duurzaamheid en over dat we minder CO2 gaan uitstoten. Ook omdat we minder energie moeten verbruiken. Mm-hmm. En vervolgens komt mevrouw Schulz van Hagen met een voorstel om de kilometers op de snelweg maar te verhogen. Het naar 130 te gaan ophogen voor heel veel stukken snelweg waar het nog niet was. Nou, nog een paar van die dingen, het niet meer stimuleren van elektrische auto's. Eigenlijk zie ik bijna contraproductieve beleid eigenlijk. Ja. En dat wat dan, en ja, we ook nog eens gewone mensen ook nog eens, ja, eigenlijk een beetje schouderschuddend zegt van ja, het zal allemaal wel. Ik bedoel, kunnen die aarde wel 2 graden, als die warmer wordt, dan wordt die toch wel. Of wij er nou wel of niet iets aan doen. He, dat soort collectief onverantwoordelijkheid gevoel wat we allemaal kennen. Maar ja, als ik het niet doe en jij doet het ook niet. En als ik het dan wel doe, scheelt het dan iets? Inderdaad, het is natuurlijk ook vooral de mentaliteitskwestie die grootschaliger moet worden. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Want je merkt het ook bijvoorbeeld in, waar we ook al heel veel tegenaan lopen, is dat ook door de hele informatiegolf die we de afgelopen jaren achter ons hebben en nog gaan, nou, in een sterkte mate gaan krijgen. En waar ook een heel belangrijk punt is, de ethische kwesties rondom privacy. Daar gaan we, dat wordt volgens mij een hele hot issue de komende 2-3 jaar. Oké, okay. Ja. Want je ziet al de bedrijven hetzelfde doen. Ze zijn allemaal bezig data aan elkaar te knopen. En vooral ook ongestructureerde data tegenwoordig. Dus niet alleen maar uit databases, maar ook gewoon
wat er in de wereld gebeurt en wat ze maar op kunnen pikken, klikken ze aan elkaar. Ja. Met het gevolg dat jij in feite helemaal uitgetekend bent voor een marketinginstrument wat jou dan ook continu belaagt. Mm-hmm. Met spamming of met allerlei vormen van reclames of attenties. Om te zorgen dat jij maar naar de richting gaat waar dat bedrijf wil dat je komt. Om hun producten te kunnen afzetten. Ja, dat is echt een trend, hè? Ja. En een trend die zich doorzet. Ja, en de vraag is, waar gaat het over het kantelpunt heen? Want op een gegeven moment, mensen zijn stikbeu. Ja. Die hebben er helemaal geen behoefte meer aan om zo op die manier eigenlijk gestalkt te worden door die bedrijven. Ja. En dat werden ze natuurlijk in het verleden ook wel, want jouw brievenbus die werd in het verleden ook gewoon volgestampt met allerlei folletjes van allerlei bedrijven die dus elke week zulke stapels folletjes wegbrachten. Ja. En dat is nog wel een beetje zo. Maar ja, de effectiviteit daarvan is inmiddels al helemaal weg. Dus, lijkt mij wel. En het is ook niet gericht, het is ongericht. Ja. Je hebt 10.000 huizen hier in dit dorp en je stopt overal een aantal folders in. En ja. Schieten met hagel, zeg maar. Ja, schieten met hagel, hoop dat je er ergens nog iemand raakt. Ja. Maar ja, het gevolg is dat je wel heel veel coaches nodig hebt om dat, om dat voor elkaar te krijgen. En al dat papierwerk wat er aan besteed moet worden, dat is natuurlijk ook niet echt gunstig. Hè? Nee. Maar ja, aan de andere kant, het is ook wel weer werk. Mensen moeten natuurlijk dat weer maken, dat moet gedistribueerd worden, dat is allemaal paadjes voor allerlei kinderen die daar in de vrije tijd iets mee kunnen bijverdienen. Ja. Daar gaat het natuurlijk ook verdwijnen. En daar zit natuurlijk nog een grotere shift in. Ja. Je ziet nu, volgens mij gaat de grootste collectieve ontslagen komen de komende jaren. Je wilt zeggen, we hebben het ergste nog niet gehad? Nee, we zijn pas aan het begin. Ook daar zitten we in de puberteit. En waarom? Omdat die shift, die betekent ook dat we anders moeten gaan werken. We moeten echt anders gaan werken. We kunnen niet meer met z'n allen zeg maar, dat werk doen wat we nu doen met dezelfde inspanning die we nu doen. Simpelweg, ik werk zelf in de financiële sector. De business is over pakweg 5 jaar nog maar 20% zo groot als dat die nou is. Qua aantal mensen. Aantal mensen wat er in werkzaam is. Ja, want iedereen, de adviseurs, en durft de adviseurs niet in stelling te brengen, want die adviseurs kunnen verkeerde adviezen geven waarmee ze risico's lopen. Dus die bedrijven zijn op allerlei manieren bezig om geen advies te hoeven geven. Dat doen ze door de producten eenvoudiger te maken en zodat de klanten zichzelf kunnen adviseren. En op die manier schakelen ze eigenlijk het hele intermediair uit, hè, dus alles wat ertussen zit. En kan de klant zelf in feite het product afnemen wat ze nodig hebben. Het is een no-interest product, ik noem het niet eens een low-interest, maar een no-interest product. Hè. Dus in feite een product waarbij eigenlijk niemand eigenlijk mee bezig is, behalve op het moment dat het nodig is. Ja. En dat, als iemand overlijdt, dan gaan ze aan de begrafenisverzekering denken. Ja. Maar ja, dan is het te laat, dan moet je uitkeren. Ja. En ik noem maar wat. Hè. Als er brand is geweest, dan gaan we pas kijken, ben ik eigenlijk wel verzekerd. Dat is waar. Ja. Met dat soort producten. No interest. Jij noemt dat no interest, want dan is het nog duidelijker, zeg maar. Ja, je ziet het ook een beetje bij die zorgverzekeringen. Elk jaar hebben we zo'n ronde. We zitten er nu nog middenin. Ja, het is nu net een paar uur voorbij. Maar dat al die zorgverzekeraars je eigenlijk spammen met allerlei van ja, switch. Juist aan het eind van het jaar. Ja, en wat zie je dan eigenlijk gebeuren? Als ik dan nou van de afstand tegenaan kijk, zit zelf mee door de benen in de sector. Dan denk ik van ja, daar wordt enorm veel geld gespendeerd aan al die reclame. Uiteindelijk is het gewoon, je trammelt aan de boom, alle kraaien vliegen weg en ze komen allemaal op een andere tak terug. Maar in feite is er niks veranderd. Het aanbod is precies hetzelfde. Ja. Alleen iedereen gaat op een andere tak zitten. Het is gewoon een kussen opschudden, zeg maar. Ja. Er komt niks bij, er gaat niks af. Ja, maar het kost wel een paar honderd miljoen per jaar. Misschien ook, ik weet niet wat het kost, maar heel veel geld. En wat is de zin daar dan eigenlijk van? En wie is daar de dupe van? Uiteindelijk gewoon de klant, want de klant betaalt alles. Ja, inderdaad. Want waar komt het geld om die hele zaak te regelen en zo vandaan? Ja. Van de klant. Hè? Ja, van diegene die het product afneemt. En dus uiteindelijk... Je krijgt geen subsidie, zou ik zeggen. Dat is ook niet de bedoeling. Dus het idee is juist je markt te veroveren. Ja. En dat doe je door reclamecampagnes te voeren. En ja, hoe doe je dat? Kijk, het is een verzadigde markt. Dus je moet het van iemand anders afhalen. Dus in principe is het gewoon eigenlijk altijd al een een onzinnige manier van mijn ogen marketingbedrijven. Want wat er bij jou afgaat, gaat er bij een ander bij. En volgend jaar vliegen ze allemaal weer terug. Afhankelijk van. Ik kan er ook eerlijk gezegd voor mezelf zo de zin niet van inzien. Ik snap, ik begrijp, tenminste mijn beeld daarvan is van, dat is gewoon een marktdenken. Zo van, als maar veel partijen in de markt hebben zitten en regelmatig dat opschutwerk doen. Dan is dat commercieel waarschijnlijk misschien wel interessant. Ja.
Dat denk ik wel. Ja, maar commercieel interessant. Je ziet dat het marktpotentieel is exact hetzelfde als op 31 december. Dat is het. Dus je hebt helemaal, er komt dus helemaal niks bij. Dus in principe, en dan ga jij als individu, moet jij dan gaan beoordelen. Mm-hmm. Welke van die mensen die al die prikkels geven van ik moet oversluiten. Welke nou de juiste prikkel geeft die waar jij op in moet gaan. Nou, ik zal je wel vertellen. 99 van 100 keer gaat fout. Want jij weet helemaal niet wat. Je kunt die 600 verzekeraars helemaal niet met elkaar vergelijken. Nee, ik zou dan heb je helemaal geen idee hoe je moet doen. Ik zou niet weten hoe. En bovendien, het gaat er natuurlijk ook om dat je je eigen risico's moet inschatten. Ja. Begin daar maar eens aan. Ja, op gezondheidsgebied of wat. Ja, maar dan beginnen ook. Hoe schat je je eigen risico's? Ja, dan zie je dus die reclame. Zo'n meisje wat voor een of andere internetverzekeraar werkt. Die zegt van, ja, maar ik ga er niet verzekeren. Want dat is niks voor mij. Hoezo niks van mij? Morgen krijg je iets. Ik ga mezelf wel aan. Ineens heb ik jicht. Nou, dat is ook niet iets wat jij besteld had. Dat had ik ook niet besteld. Stond ook niet in mijn polis dat ik niet wilde hebben, zal ik maar zeggen. Dus, ik noem maar wat. Ja, hè. Dus, ja. Dat zijn echt van die zaken die... Ja. Waar het juist... Je kunt het niet vergelijken. Het is heel moeilijk te vergelijken. Je moet een stukje vertrouwen hebben. Als je zegt van ik heb een afnemer. Een stukje loyaliteit hoort er ook bij. En dat loyaliteitsbeginsel begint ook aan te knagen. Iedereen... was verleden, ja, ik zit bij een bepaald bedrijf met een bepaald aanzien, met een bepaalde kwaliteitsoogmerk en dat geloof ik wel in. En dat is al de reden dat je je daaraan verbond. En zeker bij die producten die ze in mijn ogen voor de consument volledig onderzichtig zijn, zoals verzekeringen, toch, hè, dan hoop ik je, wel. Ja, dan hoop je eigenlijk dat je gewoon bij een partij komt die dat doet. Maar, maar mensen gaan ook simpelweg op de centen zitten kijken. Zeggen, ja, maar dit is het goedkoopste. Maar vergeten dan bijvoorbeeld dat ze juist hetgeen wat het allerbelangrijkste is, wat ze zouden moeten verzekeren, dat daarmee dan misschien wel weggestreept wordt. Eigenlijk creëer je daar risico's mee, zeg maar. Ja, in mijn ogen is dit in mijn ogen een veel slechtere methode. Dan, ja. Maar ja, aan de andere kant, hoe doe je het anders? Als je het dan naar de markt brengt, dan moet de markt het ook zelf oplossen. Dus het is in feite een beleidskwestie. Terwijl je het zit te vertellen, denk ik dan inderdaad van ja, het klinkt alsof je zegt het moet anders. Het zou beter zijn om het anders te doen. Ja. Maar hoe dan? Kijk, er zijn mensen die zeggen, we gaan terug naar het oude systeem. Hè, van een zorgverzekering die door de overheid wordt gereguleerd. En alles wat boven een bepaalde norm zit, dat wordt dan weer aan de markt gelaten. Zoals het in het verleden. Hè. Alleen toen was het iets anders, want toen hadden we geen basisverzekering. Maar als je boven een bepaalde grens, moest je alles zelf gaan regelen. En dan kreeg je dan ook allerlei rare vormen die gelukkig ook allemaal weer weg zijn, hoor. Had je in de ziekenhuizen eerste, tweede en derde klas. En ik weet niet of je je nog kan herinneren. Maar dat is... Ja, zeker, ja. Ja, ja. Dat is wel heel mooi. Dat is eigenlijk wel goed. Hè? Ja, dat daar weg is. Ja, dat lijkt mij tenminste wel. Maar dat had ook gekund door een basisverzekering toch steeds in handen te laten houden door de overheid. En in feite alleen het extra pakket over te dragen aan de markt. Zou je daarvoor zijn? Ja, aan de enerzijds wel. Want kijk, aan de andere, kijk wat nu de wat het uitgangspunt was om het helemaal aan de markt te brengen is... Doordat je verschillende marktpartijen hebt, moeten die met elkaar concurreren op die basisverzekering met hetzelfde pakket. Hè? Dus je hebt hier dit bij je voor verzekerd. En gaat aan de slag om daar zo goedkoop mogelijk een premie tegenover te zetten. Dat is het idee erachter. Ja, op zich, marketingtechnisch gezien, klopt het precies. Ja, dat is ook een goed uitgangspunt om te zorgen dat je fel bent op elkaar. Maar wat is de praktijk? Je zit in een soort, ja, kijk, dat kun je misschien met... Maar met zorg is dat lastig. Want zorg moet iedereen hebben. Want anders, ja, je bent ervan afhankelijk. Het is een basisvoorziening. Een basisvoorziening. Ja. En die basisvoorziening, dat pakket, dat wordt door de regering samengesteld. En de uitvoerende zijn dan de marktpartijen. Mm-hmm. De marktpartijen die gaan dan kijken waar zitten de marges om toch iets te kunnen rommelen. Mm-hmm. Dus dan heb je die budgetpolis en dan heb je nog in natura polissen, zeg maar. Oh, ja. Dus je hebt of je zegt van ik mag zelf bepalen welk ziekenhuis ik word behandeld. Oh ja. Of de verzekeraar zegt van, daar moet je terecht. Daar heb je verschil in. Dus heb je, dus en daardoor wordt de premie ook anders. Maar voor hetzelfde, want je wordt allebei geholpen. We doen allebei aan de voorwaarden. En toch zijn er verschillen. Want als ik hier naar het ETZ ga, bijvoorbeeld in Tilburg. Dan kan ik dat, omdat onze verzekeraar is daarvoor heeft aangezocht. Maar voor hetzelfde geld zit ik bij een verzekeraar. Nee, je moet naar Breda. Je moet naar het Amphia. Ja. En dan is het maar net van, oké, wil ik dat of wil ik dat niet? Dan wil ik dat niet, dat het zo is. Ja, dan moet je bijbetalen. Zo 25% van de kosten of weet ik veel wat. Ja. En dan ineens wordt je zorgverzekering ineens een stuk duurder. Ja. En mensen die dus kiezen voor die, en vooral die zijn dus echt goedkoper, de verzekeringen waarbij de verzekeraar bepaalt waar je naartoe gaat. Ja. Dat zit erin natuurlijk. En waarom? Daar kunnen ze goede afspraken mee maken, althans goede. Ik vraag me af of goede zorg
aan prijzenonderheving is. Als dat zo is dat het goedkoper is als ik een afspraak maak om een bepaalde operatie te doen. Dat dan, als ik dat niet doe, dat het dan goedkoper wordt of duurder is. Waarom dan? Dan moet ik dezelfde handeling verrichten. Dus technisch gezien is de handeling exact even duur. Ja, dat alleen, zou het heel vreemd vinden als dat anders zou zijn. Alleen de marges liggen blijkbaar anders. Ja, dus daar zitten marges op, logisch. Want het zijn allemaal commerciële bedrijven. Ook binnen een ziekenhuis heb je weer allerlei commerciële bedrijven. Want daar heb je weer alle artsenpraktijken die vaak ook gewoon weer niet van het ziekenhuis zijn. Maar door het ziekenhuis eigenlijk gewoon worden ingehuurd. En die er een eigen bedrijfsvoering op nahouden. Dus ja, dat is een heel complex geheel. En, maar ja, het is natuurlijk... Hier zit natuurlijk heel erg het punt in van... Is het nou goed of slecht dat dit aan commerciële overwegingen, vooral dit soort zaken, aan commerciële druk, zeg maar, onderhevig is? En hoe pakt dat dan uit voor patiënten? Want ja, dat is uiteindelijk toch, ja, daar gaat het toch uiteindelijk om. Ja, bij de zorg is natuurlijk nog een ander probleem, dat ook de kosten worden eigenlijk elk jaar hoger. Hoe dan ook. Als je niks doet, wordt die toch hoger. Ja, waarom? Punt 1, er gaan ook wel de cao's omhoog. Dus dat is één ding natuurlijk. Er werken heel veel mensen in de zorg. Of in de zorgachtige hoek, zeg maar. Maar ook de technieken die toegepast worden, worden langer geavanceerder. Ja. En dat betekent dus ook dat nieuwe technieken die toegepast worden, die dus echt effectief zijn, meestal heel effectief zijn in de genezing van een patiënt, maar vaak niet in de kostendruk bij degene die het moet uitvoeren. Dus de ziekenhuizen moeten behoorlijk investeren om jou die goede methodes te laten volgen. Dat meer effectieve methoden zijn duurder. Ja, en ook omdat ze nieuw, als ze nieuw zijn, zeker. Want nieuw zijn, de kosten moeten van de ontwikkeling van die methodes, die moeten worden eigenlijk door het implementeren worden die in principe terugverdiend. Ja. Dus een ziekenhuis die moet een aantal jaren extra betalen om alleen maar de ontwikkelkosten te betalen. Ja. Ja. Nou, daar zit volgens mij het grootste probleem. Als de ontwikkelkosten van de farmaceutische industrie geheel gefinancierd wordt uit feiten de terugverdientijd die dan in de markt gezet moet worden bij de implementatie, is de toegang tot die methodes eigenlijk heel erg slecht. Want die wordt te duur. Dus verzekeraars gaan daar op remmen. Die zeggen, ja, maar we gaan jou geen behandeling geven van 2 ton per jaar. Dan krijg je een beetje een afschrikbeleid, mag ik het niet noemen. Ja. Maar en waarom niet? Omdat ze zeggen, dan gaan ze een berekening maken. In Engeland zijn ze al veel sterker in dan bij ons. Ze zeggen, hoe is jouw levenswijze? Hoe is jouw levensverwachting? En dan gaan we een sommetje maken en dan zeggen we, ja, dit is gewoon te duur. Ja, dat krijg je dan op. Dat is een ethische kwestie. Ja. Ja. Dus de eerste ethische kwestie is, daar speelt er alleen in de gezondheidszorg hebben we een enorme ethische kwestie. Wanneer ga je nou iemand nog wel verzorgen en wanneer niet? Ja. Je zou maar een kind hebben met een ziekte van pompen of zo, die 2 ton per jaar aan medicijnen. Nodig. Heel duur inderdaad. Hè? Ja, en dan? Ja, en als er, nou zijn het er misschien 20 in Nederland, oké. Okay. Als er ineens er een of andere rare genetische afwijking ineens 1000 worden, dan wordt ineens heel ons... Gaat ineens heel ons dingen op z'n kop staan, hè? De financiering op z'n kop staan. Ja. Al die nieuwe technieken ook, die zorgen er ook gewoon voor dat die kostendruk enorm omhoog getrokken wordt. Dus dan moet er of aan de andere kant ergens vanaf, schralere verzorging, mensen worden heel snel het ziekenhuis uitgestropt. Want alles duur. Dan kunnen thuis ook wel revalideren, mantelzorg regelen van huis uit. Dat zie je nu eigenlijk al. Het kraakt. Ja. En zeker mensen, en hoe langer hoe meer zijn er die gewoon alleen zijn. En die in feite nergens op terug kunnen vallen. Dus in principe altijd aangewezen zijn om dan ook weer aan derden te zorgen dat het... Want dat is de richting, participatie... Maatschappij. Maatschappij, dus steeds meer terugvallen op anderen, ja. Maar goed, we waren in een stroom dat nou juist aan het verminderen was. Dus, en hoe krijg je dat nou weer... Dat is dus ook een shift die de komende jaren ook zeker... Ja. Kijk, want het geld is op, simpelweg gesteld. Hè? Dus we kunnen niet nog meer, we kunnen niet oneindig blijven investeren in die zorgkosten. Dat kan niet. Dus of het nou slecht of goed is, dat is even een goede vraag. De ethische kwestie is er in ieder geval, door de bereikbaarheid van de zorg is lang niet voor iedereen gegarandeerd. Ja. Met die kostenstijging door de nieuwe techniek. Ja. We worden ook allemaal ouder, wat het nog lastiger maakt. Inderdaad. Want we worden ouder doordat we die betere technieken toe kunnen voegen. Dus er zitten allemaal tegenwerkende aspecten in. Zo hoorde ik bijvoorbeeld ook zeggen, ik weet niet of ik dat als een zware factor mag meerekenen. De levensstijl van veel jeugd, ik zeg het binge drinken,
veel meer alcohol gebruiken. Ja, gewoon ongezonder leven. Dat is ook groter geworden. Ja. Dus dat is ook een factor die hier op een negatieve manier... Die ook weer de boel kan beïnvloeden. Maar in ook, de toekomst tot kosten zal leiden. Maar bijvoorbeeld iemand die werkt... Die kan werken tot, nou pakweg, ergens tussen tot de helft van zijn 60 jaar, zeg maar. Mm-hmm. En waarom? Omdat we zijn fysiologisch niet zo gebouwd dat het allemaal nog langer functioneert. Sommige beroepen zelfs moet je al veel eerder stoppen, want dan ben je eigenlijk al versleten, simpelweg gesteld. Inderdaad, ja. En sommige beroepen kun je misschien wel tot je 80ste blijven doen. En zeker als je er zelf zin in hebt. En als je er een kunstenaar, als hij bijvoorbeeld noem maar wat kan schilderen. Zolang hij zijn hand nog goed onder controle heeft, kan hij gewoon schilderijen blijven. Ik denk nu aan Maarten van Rossum. Die wil, hij moest weg, maar hij wilde door. Ja. Nou, dat zijn zo. Maar dat zie je dus wel. Nou, maar die heeft ook een beroep wat in principe weinig aanslag doet op zijn fysieke gesteldheid. Daarom. Hij kan dat ook. Bij hem past dat. En als zijn hoofd een beetje recht op zijn rond blijft staan en het op hem blijft doen. Ja. Dan kan hij daar nog behoorlijk wat in blijven betekenen. Maar dat is niet bij alle beroepen. Sterker nog. Nee, heel veel niet. Beroepen die hebben of een combinatie van fysieke en psychische belasting. Ja. En op een gegeven moment is het op. Ja. En simpelweg gesteld, veel ouder dan 70 gaat dat niet worden. Ja, ik zie dat ook nog niet zo gebeuren. Er zijn natuurlijk wel trends om het te proberen. Hè? Want er zijn allerlei, ik weet niet eens hoe het heet, maar ja, de levensduur te verlengen. En daar zijn ze medisch echt wel daadwerkelijk mee aan het onderzoeken. Maar ik vraag me af, maar stel dat dat zou lukken, wat dat dan weer voor problemen... Enorme consequenties. De hele pensioenwereld gaat op zijn kop. Ja. En die zal op zijn kop nu. Dat krijg je dan natuurlijk. Ja, want als iedereen 5 jaar langer leeft, dan moet je ook 5 jaar langer reserveren voor geld. Want... Feitelijk gaat iemand toch ergens in die... Kijk, en natuurlijk, als je nou 15 of 20 jaar geleden keek, stapte bijna iedereen er rond zijn 60e, 62e eruit. En inmiddels is dat wel 1 of 2 jaar, denk ik, verlengd. Mm-hmm. Misschien zijn er nou 63, 64 voor, maar niet. Het gaat niet in de tempo waarin wij ouder worden. Nee. Dus blijft een gat zitten. Ja. Dat gat vul je niet alleen maar op met een pensioenregeling. En die pensioenregelingen worden versoberd daardoor. Hè. Dus je moet door een langere periode pensioen gaan uitdragen. Waardoor mensen minder pensioen krijgen. Ja. Waardoor het, of je moet meer pensioen gaan innen op het moment dat je nog gaat werken, pensioenpremie gaan innen, waardoor in feite een onbalans gaat bestaan tussen wat jij nodig hebt om gewoon nu te leven en wat je eigenlijk moet reserveren om in jouw zeg maar, inactieve periode toch ook nog redelijk bestaan te hebben. Ja, dat zijn hele lastige vraagstukken. Ja, en hoe kun je dat oplossen? Is denk ik gewoon minder te werken. Nou... ik kijk even naar mijn lijstje, want ik heb een vraag nog geschreven. Ja. Dat sluit wel aan bij een van, vind ik, een hele belangrijke vraag. Dat is dus dat er een hele hoop mensen aan de kant komen staan. En soms zal dat terecht zijn. Maar soms zal dat ook helemaal niet terecht zijn. Ik bedoel, mensen vallen uit hun beroep. En als je boven een bepaalde leeftijd bent, dan wordt het al super moeilijk om überhaupt nog aan de baan te komen. Ja. Dat stuit mij ontzettend tegen de borst, maar het is gewoon wel een feitelijkheid, dat is op het ogenblik gaande. Maar dat kan in mijn ogen niet zo blijven. Want je zet hier een hele groep mensen gewoon buitenspel. En die mensen die hebben daar geen controle over. Ik vind het onrechtvaardig. Ik vind het gewoon simpelweg onrechtvaardig. En ze zouden in principe een net zo grote bijdrage kunnen leveren als anderen. Dus in principe, dat denk ik wel, ja. Als wij daar werk beter verdelen. Want in mijn ogen is het zo dat wij... Ik heb pas geleden nog een seminar... lezen of stukjes uit zijn seminar gelezen van Peter Hinsen uit België. Die vertelde van 80% van het werk wat we nu doen is over 20 jaar bestaat gewoon niet meer. Dat geloof ik best. Ja. Gezien de ontwikkelingen en wat er aan overbodigheid ontstaat. En ik heb het ooit wel eens genoemd van we werkten in het verleden 1-op-1. Dus je moest werken, anders kon je niet overleven. En op een gegeven moment was het 1-op-2. En in de industriële revolutie daarna is het 1-op-4 of zo geworden. Ja. Dat één man zeg maar alles kan maken om 4 mensen dat te gaan doen. Nou ja, maximaal denk ik. Maar dat gaat nu heel snel naar 1-op-10. Ja, dat denk ik ook. Want dat streven we ook doelbewust na. Hè? Het is niet zo dat een natuurverschijnsel is. Daar sturen we bewust naartoe aan dat zo gebeurt. Maar ik wil zeggen, daar moet ook over nagedacht worden. En daar moet het toch op een bepaald ogenblik proactief moet daar op gereageerd worden. Dat moet anders bijna. Ja, dat kan niet anders als dat we op een gegeven moment zien dat die 1-op-10 niet dan kunnen doen. Dat betekent als je geen markt meer hebt. We hebben het er ook wel eens gehad in vorig jaar nog over die mevrouw van
van dat wijnhuis. Hoe heet het ook weer? Rothschild. Rothschild, ja. Die daar in Londen toen een... Ja. Die zeiden we, ja, kijk uit. De hele robotisering en automatisering. Wat we allemaal natuurlijk willen. Ja. Houdt ook tevens in. Ja. Dat je eigenlijk geen afzetmarkt meer hebt. Nee. Want ja, die paar rijken die maken niet alles op wat je wil maken en wat je wil verkopen. Nee, dus nee. Je moet het uiteindelijk toch. Dus we moeten naar ergens naartoe dat wij of naar, waar je ook nog wel een paar landen ook al experimenten, we zien trouwens hier in Nederland ook wel. Ja, met een basissalaris. Enkele steden hier in Nederland, hè? Ja, waar je een basissalaris zou krijgen. En dan, dat betekent eigenlijk dat je ook niet meer elke dag hoeft te zoeken naar extra veel werk, behalve als je het nodig hebt. En ik zie natuurlijk een combinatie van ZZP en een basissalaris en. Ja, daar gaat het een beetje naartoe. Ik denk dat mensen aan de ene kant zeggen van ja, kijk, ik krijg gewoon een uitkering van de staat. Ja, maar wie betaalt dat dan? Nou oké, belasting. Al die bedrijven die winst maken, die krijgen, moeten wel meer winst afdragen om te zorgen dat een beetje beter verdeeld wordt over de bevolking. Ja. Ja, dat klinkt als een bijna socialistisch standpunt. De Piketty en zo, die had het er ook over. Ik vind het realistisch. Maar hoe zou je het anders moeten doen? Hoe wil je anders naar de markt? Of je moet alles weer naar de staat gaan brengen. Dan krijgen we communisme. Ja, dan slaan we misschien door op die schaal. Ja. Maar het is natuurlijk wel simpel. Het is, kijk, onderuit zit hier natuurlijk gewoon simpel achter. Waar is onze solidariteit gebleven? Ja. Dat zit hier allemaal onder natuurlijk. Dat, net het voorbeeld van die zorgverzekering waar we hebben. Je ziet zo'n reclame en je ziet zo'n meisje die zegt van ja, maar ik ga dat niet verzekeren. Dat betekent dus dat iemand anders die wel verwacht dat hij die dingen wel gaat doen. Dan moet de premie die vroeger onder draagt elkanders lasten, zeg maar verdeeld werd over, ik noem maar wat, 1 miljoen mensen. Wordt dan ineens verdeeld over 100.000 mensen. Dan wordt dus dat deel van het pakket wordt 10 keer zo duur. Ja, inderdaad. En voor diegene die het nodig gaat hebben. Dan kom je er bijna op neer dat je gewoon je eigen referaties betaalt. Of je eigen behandelingen betaalt. Mm-hmm, mm-hmm. Uiteindelijk. En waar heb je dan nog een verzekering voor? Ja. Dus het kan helemaal doorslaan. Hier zit het gevaar in, vind ik ook, van dat het... inderdaad, de balans helemaal doorslaat naar één kant. Ja, en je ziet dat we nu in een soort moeilijke periode zitten. Een transitie vind ik het eigenlijk. Waarin wij eigenlijk daar nou mee worstelen. Aan de ene kant vinden volgens mij veel mensen dat wij in dit solidariteitsbeginsel gehandhaafd moeten blijven. Vind ik iets anders dan een verzorgingsmaatschappij. Hè? Want dat vind ik eigenlijk ook niks, eerlijk gezegd. Want het nadeel van een verzorgingsmaatschappij is dat je totaal geen weet hebt van waar de kosten zitten. Dus je bent er niet bij betrokken op een of andere manier. Er wordt gewoon voor jou gezorgd. Je gaat daar zitten, je krijgt je eten en je drinken en klaar. Dat klopt. Hè? En je hebt geen idee wat het kost. Nee, die binding met wat het kost, die was er toen niet. Sterk heerste inderdaad. Ja. Dus de bewustwording moeten we wel vergroten. Van wat dingen kosten en waarom dat we dan dingen voor jou doen. Ja, dat je zelf ook een overweging mee kan nemen. Van ja, nou, dat is misschien niet zo slim, want dan ga ik... Dan maak ik wel een hele flinke graai uit de pot, zou ik maar zeggen. Ja. Terwijl ik misschien op een andere manier ook kan oplossen. De creativiteit, die hebben we helemaal weggemanaged in destijds toen met die zorg. En dat moet wel terugkomen. Dus dat snap ik wel eens in die participatiemaatschappij. Die zeggen, oké, ik ga meer mensen met elkaar betrekken. Maar dan moet je ook initiatieven gaan ondersteunen, ook als overheid. Waarbij je juist, en dat mis ik wel een beetje, waar je juist die solidariteits... beginsels, zeg maar, stimuleert. En je zorgt dat mensen elkaar weer gaan opzoeken. Dat de dingen gaan doen. Want dat is dan nodig natuurlijk. Ja, je ziet wel in het klein wel een aantal van initiatieven. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, ga hier in ons dorp maar naar, er is een straat die heeft op een gegeven moment problemen met, dat er nogal wat inbraken zijn en gedoe. En vroeger had je dan, ging er een buurtwacht en dat was ook al wel een solidariteit. Dan gingen we z'n allen wandelen. Maar ja, dan krijg je zoeken naar een speld in een hooiberg. Heeft allemaal niet zoveel zin. Wat je ook kan doen is een WhatsApp groep gaan maken. Ja. En vanuit die WhatsApp groep gaan zeggen van ik zie iets, bank, en nu ga ik reageren. Ja. Dat is natuurlijk een heel veel actievere manier dan er rond gaan lopen terwijl je misschien helemaal niks tegenkomt. Terwijl je bijna zeker is dat je niks tegenkomt, dan heb je wel gezellig rondgewandeld met de hond. Maar dan heb je Dat is niet effectief, ben je wel solidair. Voor je gevoel heb je wel geholpen om de buurt veilig te houden. Ja, vroeger waren de middelen er niet, maar die middelen zijn er nu wel. Nou, dat soort dingen, daar moeten we eigenlijk veel meer naartoe. Dat we eigenlijk die middelen kunnen inzetten. Ja. Om toch, zonder dat je elkaar per se hoeft te kennen of wat dan ook, dat je toch op elkaar kan waarschuwen als er gevaar is of als er problemen zijn of
Zonder dat jou gelijk de instanties hoeft in te roepen. Hè? Want daar moeten we het denk ik ook niet meer zo van hebben. Nee, ik vind dit wel een positieve ontwikkeling. Want je mag gerust, de middelen zijn er. En nou ja, goed, de mens is mondiger geworden. De mens kan. En is ook volwassener. In die zin zijn ze wel een beetje aan de puberteit gekomen. Ja, nou, het grote probleem is wel dat ze wel hebben. Je blijft wel allemaal, wat ik wel een beetje zie, is dat iedereen nog wel heel erg blijft zoeken. In die zin van, iedereen denkt het ook te weten. Ondanks het feit dat ze er niks van af weten. Dat is ook wel een beetje dat is een risico daarvan. Hè? Ja. Iedereen kan alles opzoeken en komt al met de conclusies voordat er iemand anders een conclusie trekt die er echt verstand van heeft. Het geeft een vals gevoel van zekerheid. Ja. En met alle gevolgen van dien. Als iemand in Tokio een bericht vertelt, dan staat het over 2 minuten. Als het maar belangrijk genoeg is, dan heb jij het ook al gelezen. Snel gaat het. Ja. Ik heb de Breaking News app op mijn iPad staan. Ja. En ik krijg van alles en nog wat. En dan is het breaking news. Hè. Dan is dat niet zomaar een nieuwsberichtje. Ja. Ik denk, waar gaat het in Gods Christus naam over? Ja. Dat heb ik ook vaak. Ja. Ja, dan klik je erop en dan staat er ineens een wolkenkrabber in Dubai in brand of zo. Zoiets. Ja. Het is natuurlijk leuk dat je dat weet, maar wat is de zin? Wat is de zin daarvan? Je krijgt een enorme overload aan informatie. Waar je allemaal niks meer kunt eigenlijk. Ja. Of waar niks meer wil. Daar hebben mensen last van. En ik heb ook pas geleden een stuk gelezen. Druk. Mensen maken zich enorm druk over van alles en nog. Want ze krijgen zoveel prikkels. Ze blijven eigenlijk. En ze voelen zich continu opgejaagd. Dan zijn we ook niet op gebouwd volgens mij op zoveel prikkels. En dan op een gegeven moment dan word je ineffectief. Ben je eigenlijk ook niet meer efficiënt. Je bent alleen maar bezig met je mailtjes te lezen. En te zorgen dat je de schade beperkt. Ja. Zeg maar zeker. Ja. Maar waar je nou eigenlijk wil. Daar kom je niet meer aan toe. Nee, dat overkomt iedereen bijna. Die met berichtjes en zo te maken heeft. Niet alleen met berichtjes, maar het is ook zo met het aantal vrienden en kennissen op Facebook enzovoorts. Een mens, daar is een of ander getal ook, dat heeft ooit iemand al lang geleden onderzocht hoe groot jouw kennissenkring eigenlijk kan zijn, wil het nog een klein beetje te managen zijn. Of dat een mens het nog kan overzien. En dat ligt echt niet veel. Oh ja, ik ben het getal een beetje vergeten. 150 voor. Ja, 150 jaar, inderdaad. Ja. Ja. De Tweede Kamerleden kunnen elkaar nog zo'n beetje kennen, Maar dan houden we de rest, dan heb je nog wel, dan weet je nog wel wie het is misschien, maar dan heb je er geen binding meer mee. Exact, ja. En dan is het vaak een vorm van overload, zeg maar. Ja, en als je het toch allemaal blijft ontvangen en zenden. Ik snap ook wel dat heel veel mensen in die social media zeggen, ik zet even die kraan dicht. Ik ben het even zat, want ik word veel te veel geprikkeld. Ik heb het er alleen maar drukker mee gekregen, terwijl ik eigenlijk dingen wil doen die ik zelf leuk vind. Exact, ja. En ik kan natuurlijk dan kun je 2 dingen doen. Dus zeggen van, ik reageer nergens meer op en ik doe alleen maar wat zenden. Dat kan natuurlijk, maar dan ben je ook heel snel uit focus. Zo werkt het ook alweer. Want het is een self-killing approach, zeg maar. Iedereen gaat van, ik krijg nooit iets te horen van ontvrienden of weet ik voor wat. Terwijl juist, misschien aan de andere kant, waarom zou ik de zender moeten zijn? Hè? Of waarom zou het zijn hele lastige discussies. Ook hier weer bijna een half ethische discussie. Van wat kan ik eigenlijk aan? En wat willen we nou dat we nog aankennen als maatschappij? Inderdaad, ja. En kan ik me niet beter focussen op gewoon 1 of 2 of 3 dingen waar ik goed in ben? En dat ik dat en de rest gewoon negeren. Dat geeft veel meer rust. Gewoon rust in het hoofd, zeg maar. Maar we zijn ook super nieuwsgierig. Ja, het prikkelt enorm, hè. Het prikkelt enorm. Ja, dat kan. Hè? Dus, want je kunt de hele wereld aan je onder je knop klikken. Ja, het prikkelt enorm. Het is niet zo dat ik de mensen allemaal niet begrijp, want ik heb dat effect ook. Maar van de andere kant heb ik ook het effect. Ik denk, je moet het toch wel zien te beperken. Ja. Of focussen. Je moet toch ook in die wereld zien te focussen ergens. Ja, en ik snap best wel, hoor, dat op een gegeven moment, zeker die mensen die continu in de belangstelling staan, die bekende Nederlanders en zo. Die op een gegeven moment helemaal stapel gek worden van heel die social media en alles wat er over hun en met hun gedeeld en verteld en weet ik veel wat wordt. Je kunt er volgens mij toch niet anders mee omgaan dan op een bepaald moment gewoon negeren. Of ja. Zo, denk ik. Ja, ik denk en, dat de een. Of verdringen. Negeren. Ja, alleen de vraag is. Is daarmee social media een slecht iets? Nou, ook niet echt, denk ik. Want ik denk ook dat je daardoor juist ook weer heel veel mensen weer kan bereiken. Hè, die normaal eigenlijk een mooi voorbeeld is, maar ook in WhatsApp, hè, bijvoorbeeld, ik ga met mijn eigen wereld maar na, ik heb een neven en nichten groep,
En die hebben allemaal, we hebben allemaal samen een WhatsApp groepje, zeg maar. En als er iets in de familie is, dan wordt daar... wordt verspreid en iedereen weet het gelijk op dezelfde manier bijgehouden. Ja, dat is natuurlijk wel weer wel goed. Dat is gewoon... Maar die behoren wel bij jouw in-crowd. Die horen zitten wel binnen die 150 mensen, zeg maar. Ja. Maar ja, of iemand nou... Ja, iemand heel ergens vaag kennis op vakantie is geweest naar Turkije of weet ik veel wat. Het zal eigenlijk mij reet roesten. Ja, nou laat ik het zo zeggen. Ja, daar heeft de dag te weinig uur voor. Ja, en dat eigenlijk is het al zonde van de tijd dat je het leest. En eigenlijk is het, ja, het vind ik wel in ieder geval, ja. Ja. Dus ja, mensen die het doen, die moeten dat uiteraard zelf weten. Maar ja, ik kan me ook niet goed voorstellen dat je daar de hele tijd mee doorkomt. Je wordt heel reactief. Hè? Je ziet het bij mail al. Hè? Mail is helemaal dood. Je kunt met mail niks meer beginnen. Ja, dat hoor ik ook mensen zeggen. Nou, je kunt mail nog steeds wel gebruiken. Ja, maar kijk uit wat ik in mail het grootste probleem vind. Ik word in mijn werk overstraald met mail. Ja, simpelweg, ik zit in een baan die behoorlijk veel mensen mij nodig vinden te hebben, weet ik veel wat. Krijg ik veel prikkels vanuit het mail. Maar ik moet ze eerst lezen voordat ik ze kan beoordelen. Ja, dat is onontkoombaar natuurlijk. En dus als ik er... Vroeger kreeg ik 6 notities geschreven in mijn postvak. Dit onlangs is opgegeven. En daar kon ik dan de dag mee rondkomen. Ja. Nu krijg ik 200 mails op een dag. Die ik allemaal toch eerst... Iedere dag? Elke dag, ja. En die moet ik elke dag... En hoe doe je dat? Ja, loopt altijd achter de feiten aan. Er is volgens mij geen methode denkbaar... Ja. Om die hoeveelheid, iedere dag... Allemaal op een serieuze manier. Ja, want al lees ik er maar een minuut aan, dan ben ik al 3 uur kwijt. Ja, en dan heb je ze alleen nog maar gelezen. Dan moet je gaan nadenken. Dit is eigenlijk niet voor mij, daar heb ik niks mee te doen. Ja. Dus ik ben eigenlijk al uit dat stadium alweer voorbij. Doe dat alstublieft niet. Ik denk het ook. Ga meer dan, in mijn ogen, meer dan instant messaging toepassen. Mm-hmm. Zeg, als je mij nu iets wil vragen, dan geef ik zelf wel aan of ik beschikbaar ben. En dan kun je mij nu die vraag stellen. En anders zet je het maar ergens weg. En als het echt nodig is dat ik me reageer, dan ga je er alsnog mij wijzen. Daar staat het en zoek het maar lekker uit. Een heel andere manier toch wel van werken dan met die mail. Een mail is echt gewoon... Ik ben het gewoon kwijt. Baf, je spuwt in feite gewoon de boel rond. Dat is het natuurlijk. Hè? Want mensen zijn eraan gewend geraakt. Mensen zijn eraan gewend geraakt dat ze het zo kunnen gebruiken. Ja. En door die gewenning... En er is niemand bij wijze van spreken die zegt, kan dat niet anders? Ja, dan wordt het steeds erger natuurlijk. Ja. Dus in feite moet je daar een beetje een barrière tegen opwerpen, denk ik. Om het onder controle te houden. Ja. Want vroeger werden de zaken ook gedaan toen we de mail nog niet hadden. Hè? Nee, dat klopt. En ja, natuurlijk, alles gaat wel een stuk sneller. Hè? Want als je nou gewoon simpelweg... Als je vroeger een vergadering had, dan duurde 2 weken voordat je de notulen had. Want die moest eerst getypt worden, gestenseld worden, verspreid worden en gecorrigeerd worden voordat je bij jou terecht kwam. En dan had je de volgende vergadering en dan ging de hele circus weer opnieuw. Gestuurd en weet ik veel wat. En nu loop je een vergadering uit en in je mailbox zit bij wijze van spreken gewoon het verslag af van de vergadering die je hebt gehad. Dat staat op. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld toch veel meer voor een instant manier van werken. Gewoon, doe het nou gewoon. En pak het ook gewoon op als je er een zin in hebt. Bijvoorbeeld, ik gebruik tegenwoordig een tooltje dat heet Kanban Flow. En daarmee kan ik in feite. Het maakt niet uit welk tooltje het is, maar dit tooltje helpt mij wel. Dan kun je eigenlijk in een overzicht zien per onderwerp. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik zit in een museumbestuur hier in dingen. En daar hebben wij samen met het bestuur hebben wij een board, zou ik maar zeggen, waarop al onze activiteiten staan. Okay. En iedereen kan daar. In kijken, maar ook aanpassen. Ja, ja. Okay. Dus iedereen die voegt iets toe, haalt iets weg, schuift iets door. Het is van inbehandeling naar op de vergadering en toekomstplannetjes. Hier moeten we nog eens over nadenken. Je hebt een stuk of 4, 5 zeg maar kolommen. En vanuit die kolommen ga je in feite vanuit hoe verder van nu af, dat is de verste, de linkste kolom zeg maar, tot dit moeten we morgen gaan doen. Ah, ja. En dat is de rechts. En je schuift alles uiteindelijk door naar rechts. En daar doe je de dingen die je moet doen. En daar filter je uit. Ja, 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 en iedereen kijkt daar gewoon in. En wordt dus niks meer genotuleerd. Alles staat in dat ding. En daardoor kun je makkelijker. In feite weet je wel. Nou, dit is alles waar we mee bezig zijn. We hebben niet meer. Ja, dit is het gewoon. Dat en niet meer. Ja, en dus op een gegeven moment beperk je ook wel. Je kunt natuurlijk heel hoop in de toekomst zetten. Nou, oké, dan
Dat betekent dus dat je daar niet meer zomaar gaat naar gaan kijken. Want je gaat dan, je begint rechts te kijken. Ja, ja. Je begint te kijken van wat moet ik nou morgen doen. Ja, 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 ja. En in feite ziet iedereen hetzelfde. Hè? Ja, dus, precies. En iedereen kan ook aan toevoegen van ik vind het zo belangrijk dat er nou dit in die kolom dus eigenlijk hogere attentiewaarde krijgt. Ja. Ja, dan gaan we ermee aan de slag. En ja. Dit zijn de dingen waar ik mee bezig ben die nog niet geen haast hebben. En dit zijn de dingen die we morgen moeten oppakken. Ja, ja, dat... ja en op die manier ja, werkt het in mijn ogen veel instanter dan dat je met mail werkt. Waar je elke keer, ja, en dan komen weer grote stukken en die gaan weer ergens naartoe. Ja, en wat je ook kan ja. doen vanuit zo'n toolje, is heel simpel, uh-huh. een link leggen naar het document waar het om draait. Ja, ja, dus dat doe je dan ook nog. En moet je het iedere keer helemaal doorkijken om te weten of dat er iets veranderd is? Nou, eigenlijk in principe, je moet eigenlijk in mijn ogen altijd van rechts naar links kijken. Altijd kijken van wat moet er nu gebeuren en dat lijstje afwijken en waar staat mijn naam bij? Ja, ja, oké, okay. Ja. En dat doe je opgezet ja, tijd? Ja, dat gaat eigenlijk super handig, maar het is in principe een heel eenvoudige manier van je workflow een beetje in de gaten houden. Ja. In plaats van dat je in zo'n mailbox waar de meest idiote simpele dingen of waar je de 400ste cc bent, ja. dat heeft geen enkele zin. Nee, dat voegt nee, niks toe. Nee. Oh, dat is en hoe heet het precies? Kanban Flow. Oh ja, ik zie het staan, ja. Ja. Ik zal er ook staan. En dat is gewoon open source? Ja, hartstikke open source. Je hebt wel een premium, daar kunnen we wel meer dingen mee. Uh-huh. Maar in feite is het voor activiteit is het al een heel prima ding. Hmm. Hmm. Ja, dat terwijl, als iedereen jou maar mail blijft sturen, ja. Zomaar, terwijl jij dan niet meer gevraagd hebt, of omdat je er helemaal niet eens mee bezig bent, of wat dan ook, of ja, daar zijdelings. Ja, dan moet je die toch eerst meer beoordelen voordat je dat gaat doen. En dan zijn we eigenlijk weer waar we net waren, van ja. Ja, dat moet je... Eigenlijk moet dat anders worden. En dan zou je eigenlijk veel meer een gestructureerde manier van werken moeten gaan. Waar je zegt, ik ga gewoon, als ik nu met een probleem zit, wil ik ook nu het antwoord weten. Dus ik ga of proberen instant het antwoord te krijgen. Of ik beleg het op een andere plek weg. Zodat het in principe ergens onder controle komt van een project of wat dan ook. Ja. Waardoor je iemand ook geoorloofd kan aanspreken op iets. Je moet dan eigenlijk de mensen die in die groep zitten, bij wijze van spreken, een beetje, ja, laat ik zeggen, opvoeden. Hè? Ja. Van maak onderscheid tussen het soort bericht. Is het een wat dringende bericht? Gebruik dan die messaging faciliteit. Ja, instant messaging faciliteit. En anders dan doe het toch nog via de. Ja, de maar dan zorg dat je het ergens weglegt op een plek. Waar het ook in principe opgepakt kan worden. En niet alleen maar van, oh, ik heb even een vraagje. Dan moet je gewoon, als je even een vraagje hebt, geen gebruik maken van mail. Nee, inderdaad. Want daar loopt het echt helemaal mee vol natuurlijk. Ja, want die moet je ook beoordelen. En dan is het even lastig. Ik snap hem, ja. Ja, ja nou hebben we al helemaal aangeraakt natuurlijk. Ik wil nog een paar andere dingen aanraken. Weet je wat ik op mijn lijstje nog heb te staan? We hebben natuurlijk door de economische situatie in de wereld. Ik hoorde dat de Chinese economie stagneert. Ja. En dat lijkt me ook een belangrijke invloedsfactor. Ja, en het probleem is natuurlijk, waarom stagneert hij? Nou, dat komt door de één-kind-politiek. Ja, dat zal er, daar heb ik nog niet over nagedacht, maar dat zal wel, ja. Ja, want ze hebben natuurlijk daar een enorm vergrijzingsprobleem. Hetzelfde probleem als wij eigenlijk ook hebben. Ja. Maar met Chinezen hebben ze dat nog harder aangepakt door gewoon te zorgen dat die bevolking veel minder snel groeit. Het gevolg is dat daar dus ook een, in plaats van een piramidevorm, zoals het heet, in de opvorming ook een champignon krijgt van met ouderen en eigenlijk een veel te laag. En de mensen die ook daar geld hebben, degenen die daar jong zijn, die moeten het voor de ouderen eigenlijk, omdat ze daar ook het omslagstelsel kennen. Hè, want ja, je hebt maar, daar hebben ze geen reserves op gebouwd om pensioenen te doen. Dat hebben we in Nederland nog wel voor een deel gedaan, maar in China niet. Dus in China zijn er geen reserves om die ouderen te helpen. Dus die ouderen moeten onder de vleugels van de kinderen komen. Ja. Waar je nou overigens in Nederland ook begint te krijgen. Hè. Je hoort zelfs ook die discussies nu al opkomen. Dat zelfs jongeren vinden dat ze voor de ouderen moeten gaan zorgen. Dus dat solidariteitsbeginsel waar we het er net over hebben gehad. Dat gaat overal gelden. Ja, het komt niet vanzelf meer uit de grote doos waar de oplossingen liggen. Je moet het toch in je eigen omgeving gaan zoeken. Ja, inderdaad. Ja. Dus toch eigenlijk wel een langzame, voorzichtige wending de goede kant op. Ja, op zich is dat ook niet erg natuurlijk. Hè? Want in principe is niks zo goed als de solidariteit op korte afstand te regelen. Dichtbij te regelen. Ja, ja, dat zou ik zeggen van wel. Want, en mensen moeten zich daar ook verantwoordelijk voor gaan voelen. En hoe meer dat wij alles dat van de mensen afhouden, en dat was natuurlijk in die verzorgingsstaat zo, hoe makkelijker. Hoe meer dat je ook zegt van ja, maar ze komen het wel bij me brengen. Hè? Ja, en dat bevordert niet dat je het dus dicht bij huis gaat geven. En bij China is inderdaad het probleem ook aan de gang.
Ik had nog niet over de oorzaak nagedacht eigenlijk. Ik hoorde het direct. Ja. Ik denk, wat zit erachter? En wat zijn de gevolgen voor ons natuurlijk ook? Ja, hè? Maar die maakeconomie, ook daar, daar gaat ook snel weg. Kijk, China zijn natuurlijk handige mensen. Die maken heel veel goede dingen. Mm-hmm. En heel snel ook. Mm-hmm. Maar als wij straks in staat zijn om dat zelf ook te doen zonder dat we personele inspanning hoeven te verrichten. En dus de kostenfactor kunnen verlagen. En die kostenfactor overigens in China is niet veel lager meer als hier, nu ook al. Hè? Dus, en dan heb je nog het punt dat je het nog helemaal de halve wereld over moet slepen. Ja, om het hier te krijgen. Hè? Dus dus je ziet echt een kentering. Je ziet echt in die transitie van ja, die maakindustrie kan eigenlijk weer terug naar ons. Ja. Waardoor er in feite ook wel meer, in ieder geval in creativiteit nodig is om dingen te gaan doen. Ja. Alleen de vraag is of je er geld uit kan verdienen, zoals wij het nou doen. Want de hoeveelheden die in China gemaakt kunnen wij nooit hebben we het niet te maken. Uh-huh. Dus het gevolg is dat je in de eigen wereld met eigenlijk wel beperkt kan gaan produceren, maar wel kan doen. Dus je hoeft het niet meer te doen. Maar je hebt wel minder mensen nodig en die gaan er minder aan verdienen. Ja, hier. Dus daar zit hier kom je. Eigenlijk kom je elke keer in hetzelfde kringetje uit. Ieder voordeel heeft zijn nadeel, zou onze grote Nederlandse filosoof Johan Cruijff zeggen. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Maar goed, dat zie je dus wel. Maar ik denk dat deze factor wel heel belangrijk is, had ik zo het gevoel, die Chinese economie. Ja, maar ja, je ziet het is net als water wat in een putje glijdt. Dan verschuift dat weer gewoon weer naar andere landen die in principe weer ook nog in een situatie zitten zoals dat was voordat die China ook de economie eigenlijk ging opkrabbelen. En in China, ook daar zit ze in die transitie. Daar, als ze het echt doorpakken en naar het westerse model uitkomen, dan krijgen ze echt nog een heel groot probleem. Want wij weten het nu ook niet meer, eigenlijk. Nee, dan komen ze met hetzelfde probleem te kampen als waar wij zijn. Eigenlijk is het een mondiaal probleem. Ja, dat denk ik dus ook. Ja, dat denk ik ook. Er moet een grootschalig over nagedacht worden, denk ik. Want iedereen komt met hetzelfde probleem te maken. En de energie is daar ook nog een issue bij. Hè? Ik vind het bijvoorbeeld typisch dat nu op dit moment de benzine is goedkoper dan een jaar of geleden. Heel vreemd, want daar feiten zou je zeggen, er is minder van. Dus maar dat heeft dit te maken met de economische activiteit. Als er geen vraag is, dan wordt het aanbod goedkoper. Ja, dat is gewoon een economische. Terwijl er dus blijkbaar dus nog genoeg eruit uit die bronnen komt. Want anders zouden ze zeggen, ja, maar we moeten wel een beetje voorzichtig mee zijn, maar straks stop. Ja, dus, en dat laatste, dat hoor je niet. Die schaarste vijnden, zeg maar, desnoods of zo. Maar die schaarste wordt niet meegerekend in je economisch model. Dat is ook de Club van Rome destijds, die zei dat al. Hè? Van ja, jullie zeggen dat je rijk zijn, je bent helemaal niet rijk. Het is een arm, want jullie dan halen de wereld leeg en dan komt er niet in terug. Mm-hmm. Wat in 15 miljoen jaar is opgebouwd, dan halen jullie gewoon in twee generaties eruit. Dat krijg je nooit meer terug. Dat is wat er aan de hand is in feite ook. Ja. Hè? Waar Herman Wijsels het ook over heeft, hè? Want dat moeten we dus zien te veranderen. Ja. Dat we, als het even kan, een circulaire economie krijgen. Ja, en je ziet nou dat er nog te veel verdiend wordt eigenlijk. Mm-hmm. In de oude wereld. En er zijn natuurlijk wel bedrijven die daar nu keihard bezig zijn. Maar dat zijn voornamelijk toch wel een beetje in de niche en in de zijkant. Die daar wel mee bezig zijn. Zoals die Branson en zo. En Tesla mensen en Google en... Die zijn natuurlijk wel allemaal aan het bedenken van hoe kunnen we dat anders doen. Want die snappen ook wel dat het zo niet door kan gaan. Dus wordt gelukkig wel over nagedacht. Ja, dat zijn wel redelijk in het oog springende bedrijven. Mm-hmm. Maar ik zie dat nog niet wezenlijk overgenomen worden door de rest van de wereld. Nee. Ja, en je ziet ook, 5 jaar geleden konden we elkaar aan dat de winkelstraten leeg zouden raken, hè, dat al die mensen op straat komen. Nou, je ziet nu wat er gebeurt, hè, de afgelopen weken. De ene ontslag naar de andere. Dolcies en... Je ziet het gebeuren. Je ziet het gewoon gebeuren. Maar je kunt het ook gewoon voorspellen. Ja, maar het was eigenlijk 5 jaar geleden, kon al aanzien gekomen dat het ging gebeuren. Ja, inderdaad. Want, en zeker als je je eigen gedrag, de logistiek in Nederland zodanig georganiseerd dat je, als je nu eens bestelt, dat je het over 3 uur in je voortuin hebt staan. Werkt perfect, hè? Dat werkt perfect. En dat wordt langer hoe beter. En wat biedt dan zo'n winkel nog meer? Want zo'n winkel dus betekent dat je er naartoe moet, dat je auto moet parkeren, duur moet parkeren. Dan kom je in een pand wat veel te duur verhuurd wordt, waardoor je dat ook allemaal eens even bijbetaalt aan de spullen die je gaat doen. Terwijl die logistieke bedrijven die zitten juist allemaal op hele goedkope locaties. Ja. Met goedkope krachten, die hoeven niet representatief te zijn. Die mogen gewoon, die kunnen gewoon in de juffrouw in de winkel,
die in feite ook al niet zoveel meer toevoegde in de afgelopen tijd. We doen niet anders dan het kaartje voorlezen waar het product voor staat. Want veel meer weten ze er ook niet van. En dat is ook het probleem. Ja. Je zou eigenlijk in die winkels, als je een goed winkelbedrijf wil hebben, mm-hmm. moet je mensen hebben staan die verstand hebben van het product. En geen grote winkels meer, kleine winkels. Voor welk product dan ook. Ja. 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 En zorg dat echt waarde toevoegt voor jou als consument. En dan wil je nog wel naar een winkel stappen. Want ja. Ik vind het toch prettiger om met iemand face-to-face ergens over de inhoud te praten. Als ik het allemaal bij elkaar moet klikken en maar hopen dat het werkt. Zo steek ik in ieder geval ook nog wel in elkaar. Ja, maar volgens mij is het altijd handiger om samen naar een probleem te kijken en dan het op te lossen. En natuurlijk, daar moet ik er iets tegenover staan. En vaak is het zo, een mooi voorbeeld vind ik toch Apple. Apple die heeft die stores, die staan meestal op de hoek van de winkel, van de winkelstraat. Het zijn kleine stores meestal. Apple stores, ja. En daar zitten de beroemde Apple stores. Ja, en daar zitten gewoon 2-3 mensen staan er binnen. Dat zijn gewoon echt, die weten er echt alles van. Ja, dat zijn echt vakspecialisten. Vakspecialisten, hè. Dat zijn echt. Maar als je iets kopen wil, ja, even afgezien van een hoesje of een... Of wat dan ook, maar als je echt iets groots wil kopen, mm-hmm. dan zeg ik nou, dit hebben wij geconfigureerd. Hoef je alleen maar om een knopje te drukken en morgen komen ze het bij je brengen. Nou, dat is de ideale. Dat is ideaal, hè? En hoef je dan niet eens met die rommel te gaan oplopen, dat staat ook. Dus dat klopt, ja. En je hebt niet meer dan 150 vierkante meter in de stad nodig in plaats van 5000. Jij ziet er echt wel als een model voor de toekomst. Dus, ja, experience shops noem ik het altijd maar. Ja. En dan denk je ook dat die kant ook echt opgaat. Ja, en dan denk ik dat er altijd een webwinkel achter moet zitten, die het uiteindelijk ook distribueert naar je klanten toe. Dat dan wel natuurlijk. Ja. Maar ook in kleinere dingen, bijvoorbeeld mensen die kunstenaars zijn of wat dan ook, mm-hmm. die komen ook in winkelstraten dan terecht. Ja, niet dat ze daar 5.000 of 6.000 euro aan huur moeten gaan betalen per maand, maar als daar gewoon een 150 vierkante meter zo'n billijke prijs zit, nu zitten ze in de zijsteegjes. Ja. En die zijn eigenlijk nog het gezelligste als je in de winkelstraat zit, want al die grote winkel in elke stad is hetzelfde. Ja, dat is eenheidsworst, hè, in feite. Ja. Dus inderdaad, je zou eigenlijk wel kunnen verwachten dat het die kant op gaat. Ja, aan de andere kant zie je dus ook wel dat dan bedrijven als Bol.com en Weekamp en zo, die zijn juist weer bezig. Die zijn nou weer in de markt om bijvoorbeeld V&D te willen gaan opkopen, wat nu in de problemen zit. Is dat zo? Ja, terwijl die juist helemaal nooit in die hardwarewereld hebben gezeten. Nee. Maar de vraag is of ze daarmee dan hetzelfde concept als dat V&D willen doen, of dat ze inderdaad veel meer dat gaan doen op de manier zoals ik het nu vertel. Ja, gewoon veel meer naar experience shops gaan we ook, en uiteindelijk toch naar het internet leiden. Ja, dan hebben ze niet die mensen nodig, want dan heb je een hele andere kwaliteit van de mensen zoals dit er nu werken. Nou ja, het jaar 2016 zal dat leren. Ja. Ja, dan hebben we aan het eind van het jaar hebben we de jaarlijkse top 2000. En nou ja, ik luister er niet continu naar, maar ik vind het toch wel leuk. Ik ben ook al een klein beetje nostalgisch aangelegd. En vooral op muziekgebied vind ik dat wel leuk. Maar het is heel leuk, van de website van de NPO 2 Radio, daar kun je een Excel-file downloaden. En dan heb je meteen al die gegevens beschikbaar. Ik denk, nou, ik ga er dit jaar eens eventjes op rekenen. Ja. Ik denk, ik ben toch wel eens benieuwd. Het jaartal staat er dus ook bij, hè, bij de noteringen. Welke jaren nou het meest vertegenwoordigd zijn en hoe die verdeling überhaupt is over de historie, zeg maar, tot 1939 gaat het ergens. En toen kwam ik eigenlijk op, toen heb ik dat in decennia verdeeld. Ja. En toen kwam ik op een vrij typische conclusie, want ik zal gewoon de getalletjes oplezen. De decennium 50 tot 60, 39 vergeet ik even, er waren maar 2 platen. Ja. Uit de jaren 50 tot 60, 8 platen in de top 2000 van 2015. Ja. De jaren 60 tot 70, 244. En nu komt het, dat waren tenminste in mijn herinnering onze jaren, zeg maar. Jaren 70 tot 80, 469 platen in de top 2000. Jaren 80 tot 90, 447. 90 tot 2000, 1990 tot 2000, 330. 2000 tot 2010, 271. En 2010 tot nu, 200. Dus de absolute topdecennium is de jaren 70 tot 80. Ja. Vond heel opmerkelijk en ik had het nog niet allemaal echt goed duiden, zeg maar. Ja, maar ik denk dat het is natuurlijk, deze muziek horen 40 jaar, simpelweg. Dat is waar natuurlijk. En dus, doordat hij 40 jaar zit, wordt hij opgesloten in je collectief geheugen. Dat is mijn beeld. Mm-hmm. Dus doordat hij in die collectief geheugen zit, is het ook zo dat hij ook herinnerd wordt, elke keer, en zeker ook omdat er zijn ook zat programma's die dit soort nostalgische platen nog blijven draaien in de
arbeidsvitamine-achtige dingen, daar komen dit soort zaken nog heel erg sterk in. Is zeker waar, ja. En die blijven dus collectief verwaard. Je ziet nu, dus de jaren 80 beginnen nu ook op te komen natuurlijk. En wat je zult zien is dat, denk juist, ik denk dat ongeveer een periode van 40 jaar, de begin tot eindperiode is, die elke keer gaat doorschuiven. En volgens mij over een, als je over 10 jaar gaat kijken, dan zal de jaren 70 gezakt zijn, de 80 verhoudings gestegen zijn en 90 ook gestegen die piek, zijn. Die piek schuift gewoon mee door. En die laatste 20 jaar zijn er ook gewoon bij, omdat er best wel luisteraars zijn die inderdaad, net als jij ook doet, afhaken op een gegeven moment en blijven hangen in ongeveer wat je in jouw jongste jaren tussen je 15 en 25 eigenlijk het meeste naar geluisterd hebt. Ja, absoluut. De topjaren waren 70, 71, 72. En toen begon het bij mij niet helemaal te verdwijnen, maar wel af te zakken. Ja, maar dus als je 15, 16 jaar tot 25 zeg maar. En daarna wordt de belangstelling minder, want dan krijg je alle andere dingen te doen. Dan weet je er ook niks meer van. En dan hoor je het wel en dan vind je er wel dingen leuk. En sommige blijven hangen. Maar klopt, veel minder klopt, dan wat er uit die eerste periode komt. Dus het veel actiever wordt. En dat doet iedereen natuurlijk. Dus, en luisteraars van Radio 2 zijn natuurlijk mensen die zeg maar ergens tussen de 30 en 70 zijn, denk ik, schat ik in. Ik denk het, ja. De echte jeugd die luistert er heel veel. Ja, die hadden Radio 3 of 50 jaar of zo. Andere renners. Radio. Ja, maar 30, ongeveer 30 jaar oud. En als je dan terugredeneert, dan is het ook logisch dat 30 jaar oud, die hebben nog iets meegekregen van die dingen. Maar er zitten ook 70ers bij. Ja, ja. En 60ers en 50ers. En hoe ouder je maar bent, hoe langer dat die dus natuurlijk terug blijven grijpen. Ja. En jonge mensen hebben natuurlijk een veel kortere geheugen als het gaat over muziek. Die hebben dat collectieve geheugen niet. Dus die grijpen veel makkelijker terug naar de laatste 10, 15, 20 jaar. En daar zijn er relatief gezien dan weiniger, minder van dan ouder dat ze worden. Ja, ja. En die nemen dat ook weer mee, want wat zij nu belangrijk, waar zij nu op stemmen, over 40 jaar zullen ze dan nog steeds op stemmen, zeg maar zeggen. Ja, waarschijnlijk wel, dat blijft een beetje hangen. Heel hoogstwaarschijnlijk. Dus dat is een soort golf die volgens mij, ik kan het nog niet helemaal zeggen, maar een golf die gewoon door blijft lopen. Ik denk dat wel klopt. Die alleen, er zit nog wel één ding erbij, denk ik. Het aanbod van muziek is wel enorm groot. En ook de invloed van de artiesten en de platenmaatschappij is verminderd. Nu is het? Dus wat je ziet, en dat is ook wel een reden dat het versnippert. Simpelweg gesteld, kijk, een Queen en de Beatles en de Stones, dat waren iconen van je welste. Die konden in, binnen nood, die stonden, ja, waar wij van spreken, daar waren stadionconcerten en die werden enorm geplucht door de producers en door de platenmaatschappijen. Klopt. Tegenwoordig zijn het allemaal veel kleinschaligere projecten. Ja, ja, mensen maken niet meer die grote, enorme producties die er toen gemaakt konden worden. Klopt. Ja, die worden nu, kun je wel maken, maar met veel andere middelen, veel beperkter en veel toegankelijker geworden ook voor iedereen. Ja, ja. Dus daardoor is het ook de verspreiding ook veel anders geworden. Het wordt eigenlijk interessanter als het gaat over de diversiteit. Ja, absoluut. Maar die grote iconen, die je had, die worden gekoesterd, maar er komen er minder bij. Ik denk wel dat het zo zou gaan. Ja. Ja, het is gedemocratiseerd, zeg maar. Ja. Het platenmakings. Ja, dat klopt, want vroeger zat het een ander van een Happy Few. Dat is gedemocratiseerd eigenlijk. Ja, hè? Ja, en dat maakt het wel interessanter. Ja. Want daar kunnen veel meer mensen betrokken zijn bij het creatieve proces. Ja, ja, en ja, die verklaring van die cijfers, ik denk dat je dat klopt. In eerste instantie vond ik het heel erg interessant dat mijn jaren juist de grootste in de top zaten. Nou, dat is ook logisch. Wij zijn degene die het langst eigenlijk naar muziek luisteren van degene die nog stemmen. Dat zit er dik in inderdaad. Ja. Dus dat vond ik mooi. En dan als allerlaatste... Ja, hebben we dan nu dit jaar een nieuwe nummer 1 gekregen? Ja. Heel lang hebben we natuurlijk... De Queen of de Eagles of zo. Bohemian Rhapsody gehad. Ja. Maar nu hebben we John Lennon met Imagine. En dat is natuurlijk niet voor niks. Ja, dat komt natuurlijk door die aanslagen in Parijs. Daar is toen op een gegeven moment bij zo'n uitzending op het nieuws... kwam op een gegeven moment een pianist in beeld en die speelde dit niet meer. En die, op straten. En eigenlijk vanuit het... En dat deed hij eigenlijk met het idee van die tekst die Imagine is, die eigenlijk bijna 45 jaar oud is, maar nog steeds hartstikke van toepassing. Van toepassing. Waar hij zegt van kijk, al die religieuze boodschappen, al die waarom doen wij dit allemaal in hemelsnaam.
Ja. Waarom doen we ons dit zelf aan eigenlijk? Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, stel dat het allemaal niet was, hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat is de inhoud van het liedje. Okay. En eigenlijk slaat het ook enorm op, die, op datgene wat daar op dat moment gebeurde. En dat heeft mensen enorm geraakt. En je ziet ook als dingen mensen raken, dan hoort het ook sentiment speelt dan ook een rol en dan gaan ze erop stemmen. Je ziet dat ook, en dan wordt dat natuurlijk ook nog eens een beetje aangewakkerd weer door allerlei andere dingen als de social media. En die daar ook nog eens een keer een duik bovenop doen. Ook zo'n Claudia de Breij met haar, over dat vluchtelingenprobleem, dat wat dan wordt geassocieerd, waardoor zij ook ineens heel erg hoog staat. Ja, ze staat heel erg hoog in. Ja, ja. En terwijl, ja, het is op zich een aardig liedje, maar het is een musical liedje net. Mag ik ja. dan bij jou? Ja, dat is wel mooi. De tekst is wel leuk en het is wel goed. Of leuk, is in ieder geval een mooie tekst. Mooie tekst, inderdaad. Ja, maar eigenlijk zijn er andere redenen dan een muzikale reden waarom dat hij dan op zo'n positie zit. Maar ergens vind ik dat nou juist wel mooi. Dat is ook wel mooi. Omdat het natuurlijk maatschappelijk relevant is eigenlijk, hè, wat er in die teksten naar voren komt. En dat vind ik nou eigenlijk wel. Dat is wel grappig dat dat nu weer ineens weer naar voren kwam. Want ja, de Bohemian Rhapsody, daar gaat nergens over. En die Hotel California ook niet. Nee. Ja, ik was er ook helemaal op uitgeluisterd, dat ik het zo zeg. Ja, ook dat vind ik ook wel een beetje. Nou, als ik dan weer terug... Ja, maar goed, dan zijn we zelf natuurlijk aan de buitenkant... van de buitencategorie gehoord, zal ik maar zeggen. van ja, als je dan terugkijkt, denk ik... Ja, het is allemaal wel heel erg al bobber. Moet daar niet eens iets mee gebeuren eigenlijk. En ondanks het feit dat je zelf wel die muziek allemaal herkent... denk ik van ja, maar er is zoveel meer gemaakt. Dat is ook absoluut. Ik vind het ook altijd zo zonde. Ik koop je een LP... Er staan er twee nummers op die iedereen draait. En die andere 10, wat doen we daarmee? Ja, die vallen, hoor je nooit. Die vallen buiten het boot, hè? Die vallen buiten het boot. Die hoor je nooit. En dat zijn vaak nou juist hele aardige en leuke nummers. Ja, en soms zie je wel eens zo'n nummer wel verschijnen in zo'n top. Hè? Dat die toch ergens het toch nog redden. Zonder dat ze ooit een hit zijn geweest, zou ik maar zeggen. Maar eigenlijk is het natuurlijk vreemd dat wij LP's maken of CD's maken. Met pakweg 15 of 12 of 14 nummers erop. Terwijl er maar twee of drie er maar van beluisterd worden. Ja, ja, en ja, dat en is volgens mij, wat er in de praktijk ook gebeurt, is dat dan iemand zo'n LP pakt of zo'n CD en die ding ript en de paar nummers die interessant zijn in zijn verzameling opneemt en de rest staat in de kast. Gaat in de vergetelheid. En dan denk ik, ja, ik snap ook wel dat marketingtechnisch een moeilijk product aan het worden is. Ja, we hebben het nog steeds over cd's en albums, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, maar wie koopt ze nou? Dat zal waarschijnlijk ook anders worden, denk ik. Ook maar ja, en je ziet het natuurlijk al meer on-demand met Spotify en Deezer en dat soort dingen, die waardoor mensen veel meer on-demand muziek ophalen. Ja. Ja, wat in principe een prima optie is. En waarmee in feite het bezit eigenlijk helemaal niet meer relevant is. Nou, dus eigenlijk is dat wel goed, omdat dat ook past bij allerlei andere producten natuurlijk. Hè? Maar daar weer hetzelfde probleem wat we al eerder besproken hebben. Doordat die relevantieweek is van bezit, is ook een heel markt aan het verdwijnen. En dat is de directe consequentie. Ja, en hoe komt er een verdienmodel uit, zeg maar zeggen? Dat is dan de grote vraag inderdaad. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat op het ogenblik wordt opgelost. Met reclames waarschijnlijk. Ja, die Spotify en Deezer. Dat is wel wat aan de hand. Want Spotify en Deezer en dat soort diensten, die houden geld in vanuit de reclameopbrengsten. En die verdelen ze over het aantal tiks dat ze mensen hebben gedownload. Zoiets wordt gedaan. En inmiddels is het wel zo dat de kentering is van... wat vroeger via Buma en Stemra liep, dat nu eigenlijk via Spotify en Deezer gaat lopen. Ja, en dus de inkomsten voor de artiesten daaruit worden gegenereerd. Ja, ja, en aanvankelijk was er natuurlijk nog niet zoveel, maar dat begint nu eigenlijk aardig op te lopen. Dus in principe zie je dat artiesten nu eigenlijk wel, en eigenlijk is het eerlijker. Want ja, je weet hoeveel keren dat naar jouw muziek geluisterd is, dus je krijgt ook gewoon zoveel. Vroeger kreeg je een hele rare situatie. Ik heb jarenlang bij een radiostation gewerkt. Wij moesten betalen om muziek te draaien, terwijl juist de muziek een reclamemiddel was om de artiest naar voren te halen. Dus het is net bijna andersom. Ja, als je er goed over nadenkt wel. Klopt, dat klopt helemaal niks. Nee, dat klopt. Nee, als je dat zo beredeneert inderdaad. Ja. En je hebt natuurlijk dat Deezer en al die andere Spotify enzovoorts. Ja, het is wereldwijd geworden ook. Hè? Ik bedoel, we hebben een Buma voor Nederland.
Ja. Of ik weet niet of België. Ja, dat klopt. Allemaal maar, hebben dat soort dingen, maar dat werkt niet meer. Maar dat werkt wel, dat kan niet meer werken. Ik was pas geleden op vakantie ergens in het Caribisch gebied en ik heb daar eigenlijk heel de avond met Spotify mijn muziek zitten luisteren. Ja, dat geloof ik best, want dat werkt ook heel goed. Met je eigen afspeellijsten, zou ik maar zeggen. Ja, dus, ja, dat is ideaal. Dat is ideaal. En ik heb niks op mijn iPad staan. Dus, dat streamt geweldig en dat gaat overal goed. Ja. Dus het zijn leuke ontwikkelingen. Ja, het is 1 januari, je hoort het. Ja, het is we horen wat knallen lezer is. Het is van toepassing. Nou ja, dit was onze nieuwjaarsmijmering van 2015 op 2016. Ik noem altijd 2 jaartallen, want als ik zeg 2016, dan denk je dat is van 31 december 2016. Nee, het is 1 januari 2016. Rinus, bedankt. Ja, ik hoop dat we dit jaar niet alleen een nieuwjaarsmijmering kunnen maken, maar nog eens een keer. Tussendoor nog een keer. Ja, dat inderdaad. Hè. Dus, proberen we. Ja. In ieder geval hartstikke bedankt, Rinus. Ja, jij ook. Tot de volgende keer. Mijmeringen. Read my lips.
En zulke overdenksels heb ik nu de hele dag. Soms met een zucht van weemoed, dan weer met een holle lach. Read my lips.